een internationaal juniorentoernooi waar de bondscoach aanwezig is. Fantastisch. Wat is je doel van deze dag hier? Ik ben hier alle dagen. Ik vind dit een prachtig toernooi wat geweldig georganiseerd is. Waar veel landen aanwezig zijn en waarbij de top in deze leeftijdsgroep van de hele wereld aanwezig is. En dat is goed om daar een goed beeld van te hebben van wat eraan zit te komen. Zowel bij Nederland als bij de andere landen. En daarbij zijn wij met een groep coaches, ondersteunen wij de coaches van de verschillende landen. En het zogenaamde coach-to-coach traject. Hoe belangrijk vind je het om de aansluiting van de buitenlandse ploegen erbij te houden? Ja, die is essentieel voor onze sport. We hebben eigenlijk in onze functie twee petten op. Dus één is als Nederland zijn zo dominant mogelijk blijven. De beste blijven is belangrijk. Maar aan de andere kant is het natuurlijk voor onze ontwikkeling van onze sport om dan een bredere top te krijgen en meer competitie is natuurlijk heel belangrijk. Zit dat ook echt in je takenpakket? Ja, zeker. Zeker. Allereerst, de beste blijven staat wel bovenaan. Maar eigenlijk is in alles, alle keuzes die wij daarbij maken, is het natuurlijk ook in ons achterhoofd. En hoe kunnen we onze sport blijven ontwikkelen? Wij willen graag Olympisch worden. En om als Olympische sport erkend te worden, hebben we gewoon een bredere top nodig. Dus ja, dat is een tweeledig doel. Je zegt, ik heb eigenlijk een dubbelfunctie, want je ziet natuurlijk ook naar Oranje. Ja, zeker. Kijk, het is dood eenvoudig. Je moet de beste blijven en de andere landen moeten beter worden. Ja, hoe kunnen we dat het beste doen? Wij proberen de landen daarin zo goed mogelijk te ondersteunen. Wat zit er aan te komen als talent? Dat is, vind ik, bij de onder 19 nog heel erg lastig. Je ziet eigenlijk dat deze leeftijdsgroep is verschillend talentvol. En dan op het moment dat ze vanaf hier echt naar de top de stap maken, dat zijn er maar heel weinig die dat kunnen doen. Dus wat ze hier precies, wie er hier goed is geen garantie naar Oranje toe. Het is alleen wel dat de keuzes die wij maken in hele onze talentontwikkeling, de manier van spelen, of die in lijn is met hetgeen wat wij graag willen zien. Dus ze zitten meer in de opleiding die ze meekrijgen bij ons. En uiteindelijk moeten zij op het hoogste niveau, dus in de Corbel League, moeten ze laten zien wat ze kunnen. En daar zitten ze allemaal nog ver vanaf. En daar zit echt voor mij het referentie van naar Oranje toe. Maar het belangrijkste is dat ze de juiste kennis van het spel, dat ze dat meekrijgen. Ja, want ja, het is een moeilijke leeftijdscategorie. Wat doen jullie daar zelf aan om te zeggen, we willen toch zoveel mogelijk jeugd erbij houden? Of is het een eigen keuze? Je moet gewoon volop 100% voor jezelf. Ja, kijk, ten eerste, deze sporters willen allemaal in Oranje. En dit zijn de beste in hun leeftijdscategorie. En die worden eigenlijk al vanaf hun onder 12, zo moet je het ongeveer zien, dat ze bij hun lokale RTC's, opgepikt worden en dat ze in vertegenwoordigende teams. Kijk, op jeugdige leeftijd met de beste en samen trainen en tegen andere goede spelen, ja, dat is de kern van ontwikkelen. En wij vinden het belangrijk dat ze tot hun 15e jaar gewoon lekker bij hun eigen clubjes en bij hun eigen omgeving en sociale omgeving is heel belangrijk. Dat ze niet te snel een stap maken naar een andere club. En eigenlijk vanaf hun 17e gaat dat langzaamaan tellen van dat ze dan de juiste weerstand blijven krijgen. En dit is eigenlijk een soort van laatste stap. Je ziet dat de spelers die in onder 21 zitten, die zitten al bij de verschillende nationale, bij de Corbel League clubs. Daar zitten ze al bij aangesloten. Ja, en dan is van daaruit de stap naar goede spelers zijn, dominante spelers in de Corbel League, is de laatste stap die ze moeten maken. Ja, toch anders dan met voetbal, want daar proberen ze zo jong mogelijk al bij de clubs weg te halen eigenlijk. Ja, dat zit er meer ook in, dat die clubs elkaar proberen af te troeven, want ja, stel je voor dat jij een pareltje laat lopen, er zit ook een heel inkomstenverhaal zit er natuurlijk bij. Het is ook, ik zeg ook helemaal niks geks, dat voor de ontwikkeling van een sporter is het juist het laten bloeien als mens zijn is een van de belangrijkste factoren wat bepaalt of jij het in latere leeftijd gaat redden of niet. Maar ook, en wat vinden wij heel belangrijk, een duurzame carrière hebt. Dus je ziet dat spelers die heel snel gepusht worden en eigenlijk op te snel al grote keuzes maken, die zie je ook al heel snel uitdoven. En voor een duurzame carrière is langzaam groeien is heel belangrijk. Moet jij als bondscoach eigenlijk dat proces bewaken?
Het is beleid vanuit de bond. Wij proberen daarin zo goed mogelijk advies te geven. Ook vanuit wetenschappelijke onderzoeken van de beste spelers, wat voor traject hebben die nou doorgelopen. En op het moment dat ze dan bij de club zijn en dat ze wel aan ze getrokken wordt, wordt er vaak gezegd, ja, als je nu niet overstapt, dan ga je het niet meer redden. En wij hebben daar heel duidelijk onderzoek naar gedaan. En dan blijkt eigenlijk dat het zeker op die hele jonge leeftijd echt onzin is. En we hebben daar heel duidelijk een lijn staan van wat er op welke leeftijd eigenlijk geadviseerd wordt aan ondergrens en bovengrens. En natuurlijk, het is mooi meegenomen als jij al in een hele mooie omgeving zit waar veel onderlinge competitie is. Maar het is absoluut onzin om al te zeggen, je moet op 13 in de leeftijd moet je al op het hoogste niveau spelen of 15, is echt volledig onzin. Dat hebben we, die cijfers hebben we ook en daar werken we ook vanuit. Is genieten zorgen daar? Het is genieten. Het is ook. Het zit een heel dubbel niveau hier. Het is aan de ene kant, is de onderkant wat verrassingen zijn. Zo'n Nieuw-Zeeland en Brazilië is leuk om te zien hoe dat gaat. Maar dat is natuurlijk heel. Ja, het is meer breed sportniveau. Want het is mooi dat ze hier zijn en dat ze goede wedstrijden spelen. En dan heb je de bovenkant, wat gewoon belangrijk is om te zien welke ontwikkelingen Duitsland maakt en Engeland maakt. Dus achter ons wordt nu Duitsland-Engeland gespeeld. Het zijn gewoon landen die gewoon hard groeien en wat gewoon heel goed gaat. En kijk, Nederland steekt er nog steken bovenuit en dat zal ook wel even zo blijven. Maar voor onze, vanuit de pet van de ontwikkeling van het korfbal, is het gewoon goed om in het gaten te houden hoe het bij die andere landen gaat en bij de jeugd. Is dat best wel een goede graadmeter hoe dat zich blijft ontwikkelen. Ja. Alex, heb je een fantastische baan. Ja, dat is zeker zo. Het is de mooiste baan die ik me kan voorstellen en ik ben blij dat ik er nog een paar jaartjes mag doen.